Ik heb hem erbij, hoor. Dit is weer oude gemeentetuin en daar krijg ik wat van. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Hallo lieve vrienden, het is vandaag alweer woensdag. Ja ja, en we leven op 14 juli om 13:34. Ik ga zo rap met mijn handjes even uit en ik heb oude kleding aan. Ik wil eigenlijk weer even in de tuin aan de gang. Want de zon die schijnt niet, het is weer grijs, grauw en triest, maar wel droog, weet je. En dan kan je lekker werken in de tuin. En ik hoop dat ik het een beetje vol kan houden en dat de tuin nog vanavond tot op zekere hoogte schoon en netjes en mooi en schoon en netjes is. Enkel, ik weet niet of ik de moestuin voor elkaar kan krijgen. Want daar staat het echt heel hoog in, dat onkruid. Nou ja, we zullen het in ieder geval gaan beleven. Ik heb in ieder geval mijn enkelaarsjes aangedaan. Ondanks dat het toch nog wel warm is. Maar ja, wat heet warm? Bij de poort is het 24 graden. Maar dat is in de luwte. Mijn telefoon die zei dat het 18 graden was, dus ja, ik weet het niet. En de dames zijn gek en de haren vliegen in de rondte, ook dat nog, ja. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Wees gewoon welkom, stap gewoon binnen en geniet met ons mee met wat wij gaan doen. Ja, en hou je weet dat ik dieren heb. Nou, dan moet je gewoon oude kleren aandoen. Dus ja, je kan binnenkomen, de deur staat altijd open wanneer ik thuis ben. Ben ik bij de hondjes gelenigd? Nou, dan ga je maar even aan de picknicktafel zitten. Want in mijn huis kan je dan op dat moment niet komen. Nee, wel aan de picknicktafel, maar dan wacht je maar tot ik thuis ben. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Ja, zo lieve vrienden. We zijn weer terug van de wandeling en ik heb een bak koffie klaargezet, andere kant op. Dat is zo moeilijk, hè, om een andere kant op te wijzen. Ja, en ik heb weer een pakketje. Die gaan we even openmaken. Het is zo'n klein pakketje, daar ga ik echt niet de camera voor buigen. Nee, want kijk. Als dat tenminste wilt. Zo. Het is lang, werpig. En het is weer een armbandje. Ja. En dan hoop ik dat dat werkt, want het is magnetisch. Ja. Dus die gaan we ook gelijk omdoen. Dat moet ergens bij helpen. Ik weet dat niet meer waarbij. Maar ja, er zitten drukpunten op. Aan. Dat is de achterkant en dat is de voorkant. Dit zijn de drukpunten. En dat is de vierkant. Dus ja, we gaan het beleven. Moet ik dat weer open zien te krijgen? Ja, daar was die. Zakje toch niet meer nodig. Zo, kijk. Hij is mooi. Maar ja, dan wil ik hem wel weer ook strak hebben, weet je? Ja. Het is allemaal blink blink bij mij. Ik zal eerst kijken naar dat slootje. Ja, hij wist. Hij wou niet eens niet open. Nou, dan leg ik het zo neer. Dan moet ik die kant hebben. Dan moet hij daar even overheen. Dan kan ik hem pakken.
Jeetje. Ja, hij wou ook moeilijk dicht. Open bedoel ik, dan gaat hij ook moeilijk dicht, hè. En dat is het voornaamste. Nou, ik heb hem erbij, hoor. Ja, het moet bij mij strak wezen, lieve vrienden. Anders, ja. Heb er last van. Ik heb het altijd net zoals mijn horloge. De meeste hebben hem hier zitten. Ik heb hem veel hoger. Ik ken hem ook, de meeste hebben hem eigenlijk op die krokkel zitten. Dat kan ik niet tegen. Nee. Dus ja, zo dus. Nou, ik vind dat weggegooid worden. En ik ben daar blij mee. Dan moeten nog een paar oorknopjes komen. Die kwamen de 24e. Dat zien we ook wel verschenen. Ik ga nu mijn koffie drinken en even een spelletje doen op mijn computer. Daarna ga ik in de tuin bezig. Ik heb de container ook alweer bij de weg gehaald, die is geleegd. Maar ik wil die hoek even uitvegen, dus daarna gaat hij pas weer op zijn plek. Als dat nou nog midden op het terras, moet dat allemaal kunnen. Even dit weggooien. Hij staat nou dus op het terras. Ja. En moet je lavendel ook zien hoe mooi die is, hè? Maar ja, er staat ook nog onkruid bij. Dus ik ga eerst wel met het terras verder. En de poepjes opruimen. En de tuin even onkruid weghalen. Kijk, en die hoek moet ook even leeg. Die groene container moet even weg. Dan kan ik dat leeg vegen. Nou, en morgen komt Karin, mijn begeleidster. Nou, die mag helpen met de andere hoek. Ja, simpel zat. Ja, toch? Ja, het is ook wat te doen. Dus ja, zo gaat het hier. Ja, een beetje aanrommelen en doen. En we komen er wel. Ja, toch? Ik zou zeggen, geniet verder van je dag. Doe ik ook. En doe het met een lach. Dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden. Ik heb de helft van de tuin klaar en schoon en netjes. Ook achter de containers. Ik heb er zelfs bleekwater neergegooid. En heet water eroverheen ook. Hier heb ik nog wat water staan. Dan schuif ik hem. Rijka moet natuurlijk daar weer zitten. Dat hele gebied moet nog. Maar ja, morgen komt mijn begeleidster en die kan mooi helpen. Maar voor de rest heb ik het zoals jullie zien. Ja, dit is weer oude gemeentetuin en daar krijg ik wat van. Ketters, hoe heet het nou? Azijn eroverheen gegooid. Ik hoor een heli. Een gele. Ja. Dus ja. Dus daar heb ik azijn overheen gegooid, maar dat helpt ook 1, 2, 3 niet. Dus ja, daar wil ik de gemeente weer voor. En ze hebben maar die hele strook naast mijn schutting. En dat zal ik jullie laten zien blijven. Dat is gewoon doen, .nl. Kijk. Mijn schutting behoort vrij te zijn, want stel je voor dat ik geld heb om mijn schutting te laten bijten door wie dan ook. Dus ja, kan niet. Dus mijn schutting moet vrij, punt. En dan ga ik een klacht over indienen voor de zoveelste keer. Die zijn weer lekker bezig. Die zijn weer lekker bezig. Dus ja, deze kant moet nog helemaal gedaan worden. Nou, daar moeten tegels in. Hoeveel? Even zien. Dat is 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Nou, dat wordt dan 69 tegels. Want ik had voor dat stuk 60 tegels berekend. Ongeveer, plus, minus. Nou, zeg maar 70 tegels. Nou, misschien over en misschien niet. Dus ja, en Hero, nou ja, Meri die had nog van deze tegels. Dus
Daar moeten er denk ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 voor komen. Ja. Dus zoiets, ja. En die zijn echt gek hoor. Denk je dat ik dat in huis wil? Oh, dan gaan we erbij zitten. Een motje. Ja, en ook we moeten de picknicktafel even naar de kant. Dat moet even meer daar naartoe. En dan kan het hier ook schoongemaakt worden. Nou, en die hoek wil ik leeg hebben. Wat weg kan gelijk weg. En ik denk dat ik het gewoon vuil moet bellen of zo. Maar dat komt allemaal wel. Kat geveegd hoor. Ja, kat geveegd. Ook dat hoekje daar was geveegd. Gaat het een beetje? Dat was niet mijn kop. Oepsie, hey, het zonnetje komt er doorheen even. Want het is weer zo grijs en grauw. Daar is het zonnetje. Hey, denken jullie om een plantenbak? Kijk, ik wil hoge, ik wil twee van die hoge plantenbakken. Want die tegels die daar zo langs de tuin staan, die gaan eruit. Misschien dat die langs de kant gaat bij de schutting. Weet ik niet hoe ze dat kunnen doen. Ik heb daar nog een paar siertegels staan. En één normale. En die tegels, wat ze daarmee kunnen doen, dat zoeken ze er zelf maar weer uit. En dan als het klaar is, wil ik twee van die hoge bakken hebben waar ik staande bij kan. Dat ik niet hoef te bukken. Want dit onkruid weghalen, dat vergt al veel van mijn rug. Rijka, dat is ba. Ja, moet je je baard nou weer zien, gelijk weer zwart. Vieze peukie. Dan ben je geen mooi meisje meer hoor, je bent nou een vies peukie. Ja. Echt waar. Nou, en andere week zullen we proberen hoe heet dat ding nou? Een waterblazer CQ een hondenfeun bestellen voor Elwing. En dan komen de bijtjes en de hommeltjes op af. Ja, echt waar. Lekker beestje. Jullie zijn lief.
steltje belhameltjes voor mij. Ik hou van jullie. Ja, echt waar. En daar komt Gandalf aan, zag ik, dacht ik. Bedap. Hey Gandalfie. Hallo daar. Kom maar dan. Kom je niet? Dan doe ik de deur weer dicht, hè. Je kunt ook klimmen. Jij blijft daar. Ja, en ze zijn ook van, uit de gemeente. De gemeente geeft opdracht om die troep te koken met heet water. En komen ze met een grote, tenminste met een auto, en er zit een tank met heet water in. En dan spuiten ze dat. Maar opruimen is er niet bij. Nou, ik vind dat moeten ze dat ook opruimen. Dus Gandalf, je komt niet. Gandalf, ga mee. Nou, dan niet. Blijf je lekker daar. Zo. Malle meisjes. Ik ben een viespeukie, ja. We gaan weer naar binnen. Hè, vrouwtje is moe, vrouwtje wat koffie en de koffie staat te koud te worden. Ja, vrouwtje gaat er even bij zitten, want ik krijg dit toch niet alleen nog aan de kant. Nee, we moeten met z'n tweeën. Nou, dat ding dat, dat valt van ellende ook uit elkaar. Dus, en die slang moet op een andere manier. Of ik moet een nieuwe slang, dat kan ook. Ik weet het allemaal niet. Die slang die wil ook haast niet meer. Maar ja, die is al zo oud als de weg naar Rome. Hè? Ja nou? Ja, echt waar. Nou ja, mijn aardbeienplantjes doen het ook goed. Er zit onkruid bij in. En dat krijg ik er niet eens niet uit. Zo. Nou ja, komt ook wel. Zelfs haartjes van Elwing zitten erin. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie nog doen gaan. Ik stop er voor vandaag mee. Ik heb mijn best gedaan. Kijk, want daar ligt ook nog onkruid. Ik zal dat even weer dichtklappen. Kijk, moet ook nog allemaal weg. Daarom, dat moet die kant even op. Dat wil ik opgeruimd hebben. Ik kan allemaal weg. Ja. Simpel zat. Die gieters, nou, die gebruik ik niet eens. Want ik loop wel met een litermaat heen en weer te zolen. Dat is wat lichter werk dan zo'n grote gieter. Dus die gieters die worden schoongemaakt in, voor de liefhebber. Dus, ja, komt u maar, help me maar. Wat je gebruiken kan, dat mag je hebben. Wat je niet gebruiken kan, dat gaat naar grofvuil. Ja, die stoelen blijven natuurlijk staan, hè. Ja, die krijgt niemand. Nee, maar die aardbeientoren, die kun je nog herstellen. En maken en afmaken in jouw kleur die je het hebben wil. En je kan aardbeien kweken of een andere plantenbak ervan maken. Voor op je balkon of in een heel klein tuintje wat je maar net hebt. Hij is op wieltjes, maar ik denk dat dat ook even hersteld moet worden. Dat weet ik niet. Hij staat hier te niksen. Het is zonde van ons geld. Want er zat een hoop geld in. Want ja, wij hebben wel dat hout allemaal gekocht. Mijn man die heeft met bloed, zweet en tranen gemaakt met zijn spierziekte. En hij heeft het niet af kunnen maken omdat hij naar de hemel werd gehaald. Dus ja. Zo. Nou, hier stond een bessenstruik. Nou ja, dat kan ook dus weg. Die stond er tot vorig jaar. Nou, dat wil niet eens. Ik heb er kracht niet eens niet voor. Momenteel. Omdat ik zoveel pijn heb. Maar ja, komt alweer goed. Die blijft als het moet een meesterbolletje in. Dat blijft ook. Maar daar moet even weer nieuw gedaan worden. Maar daar heb ik ook het fut nou niet voor. En ook die blijft, er moet een pindakaaspotje in. Ja, die hangt ook scheef.
Zo, daar komt weer een pindakaaspotje in. En die hebben we ook nog staan. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer even terug. Ik heb de tuin dus tot zoveel klaar, dat weten jullie al. Ik ga nu eerst zo meteen met de handjes uit, want het is alweer 7:04. Ik ben bezig geweest om filmpjes in mappen te doen. Ik moet er nog 1 à 2 doen. Daarna ga ik weer een vlog in elkaar zetten, maar ook wil mijn maagje weer eten. Ja, dus we gaan eerst met de meisjes lopen. Daarna ga ik, ik heb een kant-en-klare maaltijd, dat douw ik in de magnetron en het is zomaar warm, dus dat komt ook goed. En ik zou zeggen, ja, jullie ook smakelijk eten allemaal, bon appetit en geniet ervan. Laat het je vooral smaken en een hele fijne, liefdevolle avond. En mijn haar, nou ja, ik heb het gewassen en ik heb er mijn handen er doorheen gehaald, maar niet. En dat zonder een spiegel. Nou ja, je ziet het. Het zal. Laat maar zitten, al is het plat, het maakt me niet uit momenteel. Nee, lekker nonchalant. Moet kunnen. Dus ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei! Life begins at the end of a broken heart. Take a chance at it and you'll find your part. Look ahead.